Dan spot de motoragent een vrachtwagen die zodanig beladen is dat hij een groot gevaar is voor de rest van het verkeer. De wagen wordt naar de kant begeleid. De politie ziet een groot aantal stalen pinnen die gevaarlijk ver uitsteken. Maar dit is verkeersgevaarlijk. Ja, heeft u gelijk. Moet wat daar aan worden. En het is niet zo dat het omgebogen mag worden? Nee, absoluut niet. Dat mag niet? Nee. Maar dan moet het een duurzame afzet met zijn. Want dat niet even een plastic bekertje. Het moet echt zijn dat iemand zich daar niet al kan verwonden. Een motorrijder of een fietser of wat er ook maar langs gaat komen. We vinden eigenlijk met name deze scherpe punten te gevaarlijk om deze meneer door te laten gaan. Meneer die de lading steekt ook nog eens buiten de contouren van het voertuig. Maar daar is een ontheffing voor afgegeven. Dus dat is in principe een niet-fout. Maar voor deze gevaarlijke en scherpe punten, dat is zo gevaarlijk, daar mag zo niet verder. Dus dan moet meneer gewoon hier ter plaatse een maatregel voor treffen. De vrachtwagenchauffeur is het er niet mee eens, maar komt met een mogelijke oplossing. Er hoeft maar net een motorrijder iets geks te doen. Ja, maar ik geef nou wel de breedte aan beneden. Jawel. Niet vergeten natuurlijk. Kijk, want dan kun je natuurlijk alle hoeken af gaan schelmen. Maar het heeft nou wel de breedte. Ja, maar ja, je hebt hoeken. Maar dit zijn gewoon messcherpe punten. Nee, dat gaat er niet worden. De chauffeur kan zijn vrachtwagen definitief gaan parkeren. Want zolang er niets aan de belading wordt gedaan, mag hij niet verder rijden. En dat is nog niet alles. Wat vind je er zelf van? Wat ik er zelf van vind? Ja. Dat zal ik maar voor mijn eigen houden, of niet? Dat lijkt me wel verstandig. Nee. Okay. Ja. Maar in ieder geval zitten we een processuele vast. Ja. Maar dat mag duidelijk zijn. Okay. Wat de hoogte van die boete wordt, bepaalt het Openbaar Ministerie en wordt pas later aan de man kenbaar gemaakt. Bedankt voor de bekeuring, zou ik zeggen. Nou, dan moet je af en toe. Aardig. Hij maakt, bab. Je begrijpt het ook. Ja, okay. Je wil niet weten wat er gebeurt als er een Jan blijft hangen. Ik heb het niet op je geweten. Ja, begrijp ik. Dat is zo, dat is het wel. Ja. Kijk, we doen hier ook een stuk verkeersveiligheid, hoor. Begrijp ik. Oké. Okay.